Kijk, veel liedjes hiervoor hebben ook andere mensen geschreven. En ik ben nu eigenlijk gewoon dat ik denk... nee man, vanaf nu wil ik alles zelf schrijven. Moet het mijn verhaal zijn? Moet het iets zijn wat ik voel of wat ik vind? En eigenlijk, ik heb ook Hij Is Van Mij ook meegeschreven. Alleen dat is dan een soort collectief ding. Ja. Maar hier voelde ik echt, het moet echt over mijn persoonlijke leven gaan. En ik voelde gewoon zo erg op dat moment van... Jezus, wat ben ik een bofkot. En wat als ik om me heen kijk naar mijn vriendinnetjes... of andere verhalen om me heen. Weet je, al die klootzakken. Ja, die laten hun in de steek. Of die staan niet voor hun klaar. S'nachts voor de deur zijn ze ineens in de stad... met bier drinken met vrienden of zo. En ook niet onbelangrijk, hè? Dat wordt wel eens onderschat. Maar het gaat meer om prioriteit en om vertrouwen. Ja, okay. En dat je gewoon weet dat diegene ook je beste maatje is... maar ook er altijd voor... Ik weet niet, gewoon... Ja. En dat liet mij beseffen dat ik eigenlijk heel erg gewoon geluk heb. En dat kwam zo soort van oprecht. En ik hoop dat mensen dat... Nou ja, dat vind ik leuk dat je dat zegt. Ja. Maar dat voel je sowieso wel een beetje. Gewoon überhaupt, het is een beetje een soort 2.0... sinds jullie hele gezellige relatie. Dat gaat ook allemaal nog steeds hartstikke goed en lekker, hè? Absoluut. Dat terwijl ik wel... En dan gaan we zo even lekker muziek draaien. Maar dat is het enige waar ik nog nieuwsgierig naar ben. Dat jij in een interview had gezegd... Ja, maar ik vond hem eerst eigenlijk helemaal niet zo boeiend, Tony. Ja, dat klopt. Waar zat dat hem dan in? Dat je eerst dacht, ja, maar hij is helemaal niet zo... Ik dacht gewoon, wat ziet deze gast in mij ten eerste? Want hij was echt... Hij leek in ieder geval, maar dan is het gewoon op plaatjes gebaseerd, hè? Ja. Een totaal ander type dan ik. Ja. En eigenlijk... Maar hoe bedoel je dat? Gewoon als jij bent... Je komt uit een hele andere omgeving dan hoe hij eruit ziet of zo? Of hoe bedoel je dat precies? Ja, ten eerste val ik absoluut niet op tattoos. Nou, hij heeft ongeveer de meeste tattoos. Een soort stripboek is het. En hij ziet er... Ik weet niet, het was gewoon een soort ruige gast. Ja. En een beetje zo blote bas. En ik dacht, nou, ik weet niet of dat helemaal mijn type is of zo. Maar ik vond het daarom juist ook heel interessant. Ik dacht, wat moet deze vent van mij? En daarom, ik weet niet, ging een beetje praten. En toen hoorde ik zijn stem. Dacht ik, wow, hij praat heel degelijk. Wat is dit? Hè? Ja. Dat had ik ook niet verwacht. En we passen zo goed bij elkaar. En ik ben best wel... Nou, ik kom misschien uit een wat nettere omgeving of zo. En daardoor waren we zo tegen Polen dat we zoveel van elkaar hebben geleerd. En dat trok heel erg aan op de een of andere manier. En ik weet niet, nu zie ik ze dat dus niet eens meer. Weet je wel. Maar woon je samen al? Nee. Ja, je bent er al best wel even onderweg, toch? Nee, maar ik hoef dat absoluut niet, want ik ben 22. Laat me lekker alleen. Laat me met rust. Heerlijk. Ik ben zo lekker in mijn holletje gewoon. Ja, mooi. Ja.